wij gaan vandaag een paar verlaten tanken bekijken die midden in het bos liggen, ergens in Duitsland. Dus ja, let's go! Mensen, we lopen nu naar de verlaten tanks in het bos. En ja, we houden jullie op de hoogte of we wat meegevonden hebben. We moeten natuurlijk zelf ook even op zoek. Dus ik zeg tot zo. Mensen, we zijn aangekomen bij een verlaten tank. We hebben het gevonden. Wietse en Robin staan hier ook. Topper. Kijk. Wow, dit is echt amazing. Hey, misschien kan je erin. Moet eens even kijken. Nou, Robin is er aan het inklimmen. Sorry voor de wind. Mogelijk. Nou ja, het gaat hem niet zo goed af. Maar ja. Lukt het, Robin? Vet, is het vet? Ja. Is het? Ik ben aan het filmen, hè? Goed, kut. Of niet? Ja. Oké, dus kan jij er eens ingaan en de camera's overpakken? Ja, jij moet hier wel in kunnen. Oké, als jij even een film overneemt. Hier. Ja. Nee, hij is aan het filmen. Ja, sorry. Ja, hoor. Ik denk om je camera niet. Ja. Nou, mensen, dit is dus hoe een tank er van binnen uitziet. Veel van jullie weten dat denk ik niet eens. Dat je hier normaal niet in kan komen. Dus ja. Dat was de tank van binnen. En ja. Wow, dit is echt heel vet. Kijk dan. Robin zit ondertussen in deze tank. Maar moet je eens kijken. Deze tank ligt gewoon half in het meer. Dat is gewoon echt heel vet. Hallo mensen. We hebben nog een tank gevonden. Gaan we eens even een kijkje bij nemen. Ja, heel vet. Robin is onze verkender. Die gaat voorop. Deze tanks schijnt half in het water te liggen. Ja, deze ligt half onder water. Robin is onze rattenpiloot. Ja, deze is echt half in het water, deze ligt allemaal onder water. Ja, echt heel vet. Zien jullie dat meer hebben gevonden? Nou, we gaan zo meteen nog één tank checken. En dan zit dit avontuur er ook alweer op. En ja. Misschien een zaklamp? Ja, dat zou wel helpen, hè? Nou, zak maar. Zo, ja, mooi. Vet. Dan gaan we hem maar weer af. Ja, dat is goed. En verder kijken. Ja. Oh man.
Kom je eraf, jongen? Ja. Kom maar in. Oké, we gaan er weer vandoor. Dit was Lost Tanks. En tot de volgende aflevering. 20 likes moet wel lukken, denk ik. Later.